De regionale gezondheidsdienst van Caroni kampt met een gebrek aan medicatie. Onze nieuwsdienst heeft een bezoek gebracht aan het Kokosdistrict, waarbij wij een bijkans verlaten poli aantroffen. De dienstdoende verpleegkundige Omaira Baldewijn gaf aan dat de poli sinds het weekend ook zonder arts zat. Een poli draaien zonder arts en nauwelijks medicatie is een enorme uitdaging. Volksgezondheidsminister Amara Madin meent dat het ministerie op de hoogte is van het gebrek aan medicatie en doet er alles aan die zo spoedig mogelijk op te lossen. Corona, als je mij vraagt, hebben we een tekort aan een aantal dingen, vooral medicatie. En onze ambulance die is niet goed. Als het gaat om medicatie vind ik het erg dat cliënten moeten komen en het is paracetamol kunnen vinden. En daarvoor moeten ze 200 SRD betalen om paracetamol gratis te halen in Paramaribo. Omdat we steeds aan de bel trekken, RGD is ervan op de hoogte. Dus ik denk dat RGD dan niet doorgespeeld aan volksgezondheid. Hebben jullie toevallig zelf gehoord wanneer de voorraden worden aangevuld? Want het is wel een beetje angstjagend om te horen dat je niet eens paracetamol kan krijgen. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat RGD aangeeft dat ze tekort hebben aan financiën waarbij ze de spullen niet kunnen kopen. Met betrekking tot dat van de medicatiebevoorrading van RGD kan ik aangeven dat wij bezig zijn met de RGD en BGVS om in beeld te brengen eigenlijk de medicatiebevoorrading, maar meer een beetje een structurelere oplossing voor langere perioden. Vanwege de financiële positie van de RGD op dit moment zijn ze niet in staat geweest de afgelopen periode genoeg bevoorrading te geven voor de RGD apotheken. Sowieso wel aan chronische medicatie, die is sowieso wel ter beschikking. Dus er zijn afspraken nu, gesprekken gevoerd met het BGVS om deze medicatie, dus de medicijnenvoorraad weer langzaam op te schroeven. Dus we zijn daar ook mee bezig. Minister Ramadin geeft tegenover onze nieuwsdienst aan dat het ministerie het probleem van de arts per vandaag heeft kunnen oplossen. Zuster Baldewijn is bezorgd over de COVID-situatie in haar district. Zij heeft het gevoel dat de bewoners het niet serieus nemen en de regels niet in acht nemen. Dat van de arts is inmiddels opgelost. Er is een arts ter beschikking voor de Coroniaanse gemeenschap. Daar hebben we de garantie voor. Aan de andere kant, er zijn een aantal artsen die ook positief getest zijn. Er zijn een aantal artsen met verlof. Er zijn een aantal artsen die met vakantie zijn. We moeten rekening houden dat de COVID-situatie sowieso een hele zware tol eist. Zeker ook op de artsen. Uiteraard zullen we ons blijven inzetten om zoveel mogelijk de dienstverlening te blijven garanderen. We hebben de laatste maanden een aantal gevallen gehad. En, de gemeenschap is er nog niet van bewust. Je ziet dat de regels niet in acht worden genomen. En als ze ook de verschijnselen hebben, de griepverschijnselen, komen ze ook niet. Ze komen altijd wanneer het te laat is. Dus wanneer ze kortademig worden. Ik zou zeggen, coronamang, teka COVID zijn serieus. Nu wacht ik tegelijk akkolati, nu zo'n onderschrijf de na jugu. Usap taka ambulance voor naar de 100%, dus teken serieus. Baldewijn hoopt dat de lokale bewoners er rekening mee houden dat de poli een tekort heeft en dat zij moeten letten op hun gezondheid. Onze nieuwsdienst maakte vanmiddag opnieuw contact met de poli te Caroni en vernam dat er per vandaag wederom een arts is aangesteld.